Energiecentrale eindelijk opgeblazen. Studentenvakbond Accu niet blij met energietoeslag. En hoge prijs op de kermis. Hebben we het er eigenlijk nog wel voor over? Dit is het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 7 oktober. Na enige uitstel was het vrijdagochtend dan eindelijk zover. Het restant van de energiecentrale ging tegen de vlakte. Met veel kabaal en een grote stofwolk kwam er een einde aan een icoon in het Nijmeegse straatbeeld. Aanvankelijk stond de ontploffing gepland voor donderdagochtend. Toen kon het niet doorgaan omdat er een te harde wind stond. In de avond werden er nieuwe pogingen ondernomen. Tussen 7 en 9:30 werd er per kwartier bekeken of de operatie doorgang kon vinden. Uiteindelijk werd tegen 9:30 s'avonds besloten dat er juist te weinig wind stond. Daardoor zou de stofwolk te lang blijven hangen. Vrijdagochtend om 10:30 stond de eerstvolgende poging op de planning en dat was direct raak. Na twee sirenegeluiden ging de energiecentrale toch tegen de vlakte. De grote stofwolk verdween relatief snel, mede door de waterinstallatie die het stof uit de lucht haalde. De wind stond richting het noorden, vooral in het zuiden van Overbetuwe tot aan Elst werden de knallen duidelijk gehoord. Na een lange strijd en een rechtszaak is de gemeente Nijmegen overstag. Ook studenten komen vanaf nu in aanmerking voor energietoeslag. En dat is uniek in Nederland. Toch is studentenvakbond Accu niet tevreden over het besluit. Te veel studenten zouden alsnog tussen wal en schip vallen. Toch is de wethouder tevreden. Gelukkig hebben studenten recht op energietoeslag. Want wij willen niemand uitsluiten in deze stad. Niemand hoort uitgesloten te worden. Artikel 1 van de grondwet. Iedereen hoort erbij. Dat is goed nieuws, toch? Ja, in zekere zin wel. We zijn echt heel blij om te zien dat de gemeente Nijmegen heeft besloten om toch studenten ook energie te gaan geven. En het is goed om te zien dat ze ook verder gaan dan het Rijk in dat soort dingen. Toch zit het vanuit, toch denken wij vanuit studentenvakbond Accu dat er toch wel wat haken en ogen aan zitten. Met name als je kijkt naar dat de lening studiefinanciering wordt, of het recht op de studiefinanciering zelfs al, wordt meegenomen in de berekening van het inkomen. En het feit dat het per adres gebeurt, terwijl ja, studenten in best wel grote studentenhuizen of zelfs complexen kunnen wonen. De lening wordt dus meegeteld als inkomen voor de studenten. Ook de wethouder is daar verdeeld over. Wil je deze persoonlijk weten, dan zeg ik ja. Het is heel raar dat ik als wethouder werk en inkomen en armoedebeleid, dat ik tegen een student moet zeggen, je lening wordt maximaal meegeteld als inkomen. En dat je daarmee eigenlijk aan de ene kant bezig bent om armoede te bestrijden en aan de andere kant zegt van ja, je moet gaan lenen. Dat is heel raar. Een hele vreemde situatie. Maar het is wettelijk zo geregeld. Ja, en ze noemen mij wethouder. Dus ja, ik houd me aan de wet. Wij denken vooral dat er twee dingen echt nodig zijn. Namelijk dat om ervoor te zorgen dat alle studenten geholpen kunnen worden. En op een adequate wijze moeten er gewoon meer maatwerk zijn als we kijken naar het toekennen van energietoeslag. Dus niet dat er gewoon gezegd wordt van, oh ja, jullie wonen allemaal op één adres, dus jullie krijgen één keer energietoeslag. Maar dat er gekeken wordt naar hoeveel studenten wonen nou op dat adres. En kunnen we ze niet meer dan één keer de energieverslag toekennen? Ja, het is heel vervelend dat daar een maximum aan zit. Maar dat geldt voor alle inwoners. Want ik heb ook brieven gekregen van mensen die op de 132, 133% zaten van het minimum. En die kregen ook geen uitkering. En dat is pijnlijk, maar het is een harde grens. Kijk, wij spreken natuurlijk alleen voor studenten. We zijn een studentenvakbond. Maar in principe ben ik ervoor dat iedereen die met 100 mensen op hetzelfde adres woont, meer dan één keer de energieverslag krijgt. Dus ik zou als er dat soort regelingen komen, zou ik dat ook niet alleen limiteren tot studenten. Maar het zijn vaak wel studenten die in zo'n andere woonsituatie zich bevinden. En ik denk dat je het daarom niet hetzelfde kan behandelen als andere huishoudens.
Als Accu een gesprek wil met me, ik sta altijd open voor een gesprek. Ook op de zaterdag en de zondag. Het maakt mij niet uit, want ik vind het onderwerp namelijk te belangrijk om te laten liggen. Deze wethouder gaat het echt wel aanpakken. Studentenvakbond Accu en de gemeente Nijmegen lieten weten nog met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Wat hier verder uit voort is gekomen, is nog niet bekend. En dan, de kinderboekenweek is weer van start gegaan. Sinds 1955 bestaat deze week om lezen meer onder de aandacht te brengen bij de jeugd. Ook de kinderboekenwinkel van Ingeborg doet mee. Wij gingen langs om te kijken hoe ze deze week ervaart en of de jeugd nog steeds zo gedreven is om te lezen. Heel veel scholen doen mee aan de kinderboekenweek. Alle basisscholen die besteden aandacht aan de kinderboekenweek. En dat heeft zeker effect op het willen lezen, denk ik. Ja. Er komen hele mooie boeken binnen tijdens de kinderboekenweek. Heel veel scholen schaffen ze aan. En kinderen krijgen daardoor wel veel meer leesplezier, denk ik. Tijdens deze week komt er altijd een kinderboekengeschenk uit. Dit jaar is dat Waanzinnige Boomhutverhalen. Geschreven door de Australische schrijver Andy Griffith. Naar de gelijknamige boekenserie die al 143 verdiepingen kent. Maar past het verhaal in de tijd waarin we nu leven? Het thema van de kinderboekenweek natuurlijk, Giga Groen. En het is een boomhut, dus groen. Maar daar kun je van alles en nog wat aan koppelen natuurlijk. Want heel veel boeken gaan die nou in het teken staan, die de CPMB bijvoorbeeld als kerntitel heeft. Of de Boekenberglesbrief, die ook heel erg goed is. Gaat ook heel veel over klimaatverandering. Of wat kunnen we doen om de aarde te redden. Of beter te zorgen voor de aarde, een minder grote voetafdruk achterlaten. Dat komt in dit boek niet naar voren, maar wel lekker vinden om buiten te spelen bijvoorbeeld. Kinderen lekker boomhutten gaan maken. Er zijn twee exemplaren van het kinderboekengeschenk. Maar wat is nou het verschil? Het gewone, tussen aanhalingstekens gewone kinderboekenweekgeschenk is altijd relatief klein. Er zijn ook kinderen die minder makkelijk lezen en die een grotere letter fijner vinden. En daarom is er ook een XL variant. Donderdag kwam Jorik Goldewijk, winnaar van de Gouden Griffel, langs om uit zijn eigen boek Films die nergens draaien voor te lezen. Het enige wat Katova wist waren de paar dingen die haar vader had verteld. Ze had maar één foto van haar en een jurk. Het is belangrijk volgens Ingeborg om de boeken fysiek te blijven kopen voor ervaring. Maar ook advies op maat, waarin het echt gaat om de persoonlijke jij. Wie ben jij, waar hou je van en wat vond je tot nu toe een leuk boek? En zullen we samen op zoek gaan naar je volgende leuke boek? Want als een kind zegt, ik hou niet van lezen, dan heeft hij gewoon zijn lievelingsboek nog niet gevonden. Er is voor iedereen iets leuks. En kinderen die niet van lezen houden, die bestaan niet. De Nijmeegse najaarskermis gaat zijn laatste weekend in voor dit jaar. Iedereen die al een kijkje heeft genomen zal vast zijn opgevallen dat de tarieven op de kermis dit jaar weer flink omhoog zijn gegaan. Uiteraard heeft dat grotendeels te maken met de energieprijzen en de inflatie. Maar wat vinden we hiervan? Is de grens bereikt of hebben we het er wel voor over? Zo'n gezellig dagje op de kermis mag wat kosten. We zoeken het uit in de wekelijkse straatvraag. De najaarskermis is weer begonnen en het klinkt voor mij als alle kroegen van de Molenstraat bij elkaar. Er is wel een verschil. Een ritje is een stukje duurder geworden en dat is niet zo raar. Want de energieprijzen zijn door alle onzekerheden en problemen op de energiemarkt gestegen. En dat geldt ook voor deze energieslurpers. Dus ik vraag me af of Nijmegenaren nog wel een ritje waard vinden. En of de kermis hier nog wel vol stroomt. Ja, ik ga het even kijken. Ik ga het even checken. Deze gaan we doen. Hierin denk ik. God, gaan we. Nee! Ja, ik ben hier echt heel druk in. Rechts. Volgens mij heb ik hem. Oh mijn god! Oké, ik heb gewoon de Simba gewonnen. Ik heb nog nooit wat gewonnen. Het is gewoon... Oké, ik vond dit wel mijn 2 euro waard, om heel eerlijk te zijn. Nou, dat vond ik. Nou, kijk, hartstikke leuk. Een simbijtje. Dit is... Ja, leuk. Hartstikke... Meneer, bent u al in een kermisattractie geweest? Ik zelf dus nog niet. Nee, heeft u... Nee, ben ook niet van plan? Nee. Gewoon draaien denk ik, kan ik helemaal niet tegen. Dus. Nee, ben je helemaal draaierig van, hè? Wat zeg je? Bent u iemand aan het opwachten die in de attractie zit? Nee. Oh, je bent gewoon aan het kijken. Ik stond alleen maar te kijken omdat er al iemand begon te gillen voordat er iets was gebeurd. Zijn jullie al in de attractie geweest? Ja. Ja, in de... Welke dan? In de Funhouse. En was dat fun? Ja. Dat was geweldig. Dat was heel fun. Het is duurder dan eerst. Merken jullie daar iets van? Ja, wel. Maar alles is wel duurder. Dus ja, daarom kunnen we ook niet in alle attracties gaan. Nee, dan moet je echt gaan kiezen. Ja. 4 of 5 euro is zo'n beetje. Waanzin. Het is leuk als je 3 kinderen hebt naar de kermis.
Ja, ik vind het wel logisch. Heel logisch, ja. Dus je neemt het een beetje voor lief van, ja, het hoort er nou helemaal bij. Ja, hoort erbij. Nou ja, ik vind het jammer dat het allemaal zo duur wordt, maar... En met dit soort dingen vertrouw ik een beetje op marktwerking. Ik denk, zolang vraag en aanbod bij elkaar komen, lijkt het me niet zo'n probleem. Ja, want hoeveel zou je maximaal betalen voor zo'n attractie? €5, €6 maximaal. Voor een minuutje? Ja. Een minuutje hartritmestoornis. Ja. Jij bent op de kermis geweest? Ja, we zijn even op het terrasje geweest, even lekker gezeten. Ja. Nou, dat klinkt als een hele gezellige dag. Heeft u wat gemerkt van de stijgende prijzen hier zo op de kermis, of dan niet? Nee, eigenlijk niet. De horecaprijzen wel, hè. Dat merken we steeds. Maar hij is nog te klein om echt overal in te gaan. Dus dat heb ik nog niet gemerkt, het prijs. Maar qua portemonnee komt dat dan goed uit? Ja. Bent u al aan het reuzenrad geweest? Nee, nog niet. Ik heb net op de Hema even geweest. Dan. Oh ja. En een broodje frikandel. Ja, ik denk... Ik ben benieuwd hoe de kermis eruit ziet. Nou, het is goedkoper dan duurder dan een broodje frikandel, denk ik. Ja, dat maakt niet uit, maar boven heb je wel het uitzicht, hè? Even kijken, hoeveel heb je? Dit is? Ja, ik heb 8,50 euro. 5 euro, 8, ja, 8,50 euro. Een bus. Hebben jullie al wat centen uitgegeven hier aan de kermis? Alles is voor mij betaald. Wat, door jou dan? Ja, ik financier de kermis hier. Oh mijn god, ja, doe het alsjeblieft. Oh, hou! Bijna, ik had hem bijna. Nee, ik heb deze wel gewonnen. Het is één keer gelukt, maar ik wil eigenlijk een aapje. Verdorie. Ja, en dan nog de sport, want zaterdagavond speelt NEC thuis tegen Excelsior. De Rotterdamse club heeft hetzelfde aantal punten en staat op plek 11, één plekje onder NEC. Weet NEC na 6 keer gelijk eindelijk weer eens te winnen? Excelsior is dan misschien wel de juiste tegenstander. Maar qua benadering niet. We hebben de wedstrijd niet anders benaderd dan de andere wedstrijden, want daar hadden we ook de intentie om gewoon te winnen. Of we nou bij Utrecht speelden of bij AZ, je gaat de wedstrijd in om de wedstrijd te winnen. En uiteindelijk komt er een bepaald spelbeeld en moet je misschien dingen aanpassen. Nou, dat hebben we ook vanmorgen voorbereid. Het is denk ik met name het verwachtingspatroon van een ieder dat anders is. Ja, Excelsior, die staan wel gelijk aan het punten. Wat verwacht je van hun? Nou, ik vind dat zij ook herkenbaar spelen. Eigenlijk wel altijd hetzelfde doen. En dat verwacht ik morgen ook. En dat is best wel een prima ploeg. Voetballende ploeg, zit snelheid in. Op het moment dat ze wat lager spelen, kunnen ze ook omschakelen. Hebben gewoon 3 wedstrijden gewonnen. Ja, en onze taak om morgen te zorgen dat we ze niet laten voetballen. Dat we zelf de kansen creëren. En ze dan ook een keer afmaken. Straks na het regionieuws zie je de uitgebreidere voorbeschouwing met trainer Rogier Meijer en met speler Bart van Rooij. Ja, vandaag was het wederom weer een mooie herfstdag met veel zon in onze regio. Tenminste, een groot deel van de dag. Pas later kwam er wat meer bewolking. Later vanavond trekken er buien over het land heen vanuit het noordwesten. Onze regio blijft tot middernacht droog. Morgenochtend trekken de laatste buien weg richting het oosten en dan wordt het droog. Alleen in het uiterste noorden kan er nog een buitje vallen overdag. Overdag zien we vaak de zon met wat stapelwolken. Temperatuur komt morgen op zo'n 16 graden uit. Kijken we naar onze regio. Nou, morgen dus nog in de ochtend kans op een bui. Later wordt het droog. In de middag zien we wolken en zon. Het is wat koeler als de afgelopen dagen. Temperatuur komt op 16 graden uit. En de nacht klaart het op en dat betekent dat het afkoelt. Het wordt morgen nacht graad of 3. Vooruitzichten dan. Zondag een koele start van de dag. Met veel zon en wat sluierbewolking. Het kwik stijgt naar 18 graden. Prima herfstdag. Maandag en dinsdag blijft het droog nog in onze regio. Maar is er wel wat meer bewolking. Graad of 17. Na dinsdag neemt de kans op regen toe. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Blijf nog even kijken. Zo meteen de nieuwe NEC-update met de voorbeschouwing op de wedstrijd van morgen tegen Excelsior. Morgenavond zijn we er met het belangrijkste nieuws van deze week in het weekoverzicht. Graag tot dan en een fijn weekend.